Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de Okkie. Vandaag zijn wij weer terug met een volbeschouwing op de World Matchplay. En dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, dat doe ik samen met Pim Huberts. Ja, dankjewel Mike voor de uitnodiging weer. Ja, en weer erbij Patrick Bus. Ja, bedankt Mike. Leuk dat ik weer aan mag aanschrijven. Ja, we gaan natuurlijk eerst even kort terugblikken op de Summer Series. Waar we eigenlijk maar één verrassende winnaar hebben gezien. Hè? En dat was op dag 2, of niet Pim? Ja, jij doelde natuurlijk op Ryan Joyce, maar ik vond dat James Wade weer een toernooitje wist te winnen, vond ik ook redelijk verrassend. Maar dat was inderdaad een mooie verrassing, daar gaan we het zo denk ik ook even over hebben. Maar ja, over die Summer Series overal, ik moet zeggen, ik was er wel positief over. Vijf dagen volop darten en dan ook nog net voor zo'n groot toernooi, de World Matchplay. Wat vond jij ervan, Patrick? Ja, ik vond het erg vermakelijk om daar te kijken. Het was een hele tijd geleden dat we live darts hadden gezien. En volgens geruchten gaan ze dit verder uitbrengen in dit jaar. Dus waarschijnlijk komen er nog een aantal van zulke weken aan. Dus dat is goed nieuws. Ja, dat klopt. Ja, voor de rest weinig verrassende winnaars. Van Gerben die deed op dag 1 wat hij hoort te doen tegen Peter Wright. Dat dag 3 ook tegen José de Souza. Dag 4... Ja, wist Rob Cross het toch eigenlijk niet af te maken tegen James Wade. Die won met 8-2. En op de laatste dag pakte Peter Wright de winst. En daarmee pakte hij ook de winst in de Summer Series. Wat mij vooral opviel is dat Benito van der Pas weer terug is. Ja, dat was goed om te zien, ja. Dat zei je in de vorige podcast. Dat je hoopte dat Benito weer beter zou gaan spelen. Nou, dat was wel redelijk gelukt met 3 keer de laatste 32 volgens mij. En een paar mooie overwinningen. Hè? Dus goed om te zien dat Benito weer terug is in zijn vorm. Verder viel natuurlijk op dat Martijn Kleemaker. Dat is echt wel een super overstap geweest dat om naar de PDC toe te gaan. Of niet, Pim? Nou ja, dat denk ik ook. Dat is gewoon ook Dirk Telnikus trouwens. Ja, deze Summer Series wat minder, maar het begin van de Pro Tour was hij echt zeer sterk. Ook hij komt natuurlijk van de BDO. Gewoon een goede stap. Je ziet met deze Summer Series achter Michael van Gerwen staat Martijn Kleermaker. Nou ja, dat zegt al genoeg trouwens. Ik denk, je zegt net, Benito van der Pas die heeft beter gespeeld dan die eerst was. Maar ik vind hem nog steeds wel matig hoor. Als je kijkt dat hij hetzelfde houdt als Dirk van Duivenbode, waarvan we toch eigenlijk allemaal meer hadden verwacht. Dus ja, ik vind dat Benito van der Pas, als hij weer echt terug wil komen op zijn oude niveau, moet hij nog veel beter spelen dan dat hij deze Summer Series heeft gedaan. Maar in ieder geval, de positieve lijn is getrokken en dat is goed om te zien in ieder geval. Ja, jij trekt de vergelijking met Dirk van Duivenbode, dat vind ik niet helemaal terecht. Dirk is eigenlijk dit jaar een hele andere speler. Eigenlijk komt er eigenlijk een beetje uit waar we al jaren op wachten. Nou ja, inderdaad. Dirk van Duivenbode heeft ook een moeilijk jaar vorig jaar gehad. Hè? Toen hij zijn tourkaart verloor in principe. Hij won hem toen terug. En nu is het eigenlijk heel irritant voor Dirk. Die haalde toen, volgens mij was het een halve finale op die Eurotour in België. En dan is het seizoen in één keer voorbij. Dus dan verwacht je inderdaad wel wat meer nu van Dirk van Duivenbode na die lange periode. Maar ja, kan je het hem kwalijk stellen dat hij na deze lange pauze toch weer helemaal opnieuw zichzelf moet instellen, zeg maar. Ik weet niet of Patrick wat meer gaat verwachten van Dirk van Duivenbode verder dit seizoen. Of zal het net zoals de Summer Series eigenlijk toch weer net wat minder dan het begin van het seizoen zijn? Nou, ik denk vooral dat hij echt heel constant gaat blijven dit jaar. Hij won ook een aantal maanden geleden het COVID-WK. Waar echt heel veel spelers aan meededen. Dus ook een knappe prestatie van Dirk. Dus als het in de trainingen valt. En op het podium ook. Dus dan denk ik dat het voor Dirk van Duivenbode echt wel steeds meer aankomt. Dat hij de laatste 16 kwartfinales gaat halen. Deze week haalde hij volgens mij 1 keer de laatste 16. Wat ik iets meer had verwacht van Dirk. Maar ja, het is niet slecht voor zijn doen. Nee, dit is zeker natuurlijk niet slecht. En je moet natuurlijk niet vergeten dat hij hiervoor al 4 jaar een tourkaart heeft gehad, waarvan hij hem 2 keer is verloren. En dat hij ook gewoon wel eens op rij bijna 20 player championships nog nooit zoveel geld heeft gehaald als nu in 5 bij elkaar.
En ik denk dat hij vorig jaar enorm in zichzelf geïnvesteerd heeft. En ik denk dat we daar eigenlijk nu pas het resultaat van terugzien. Ja, dat denk ik ook. Misschien zijn dubbels moeten nog iets beter. Maar scoren is hij gewoon echt heel goed. Dus dan wordt het moeilijk om van hem te winnen. Hij staat volgens mij op dit moment ook op een World Grand Prix plaats. Wat natuurlijk een enorme prestatie op dit moment is. Met pas 13 vloertoernooien en 1 Eurotour gespeeld te hebben. Ja, dat is zeker knap. Dan gaan we naar de verrassingen van de Summer Series. Nou, over Martijn Kleermaker hebben we het natuurlijk al gehad. Devin Peterson. Eerste paar dagen niet geweldig. Helpt er wel zijn maatje Ryan Joyce aan de zegen. Maar zelf, op de laatste dag haalt hij het net niet. En dat bedoelen we natuurlijk bij de World Matchplay. Ja, Devin Peterson is altijd een beetje een speler van net niet, vind ik. Maar ik weet niet hoe jullie erin staan, Pim. Ja, ik denk dat je hebt er wel een beetje gelijk in, inderdaad. Maar toch ben ik heel blij om te zien dat Devin Peterson weer zo goed heeft lopen darten. En ja, nu haalt hij dat toernooi ook net niet. Maar ja, zou hij daar... Stel hij haalde de matchplay wel, dan zie ik hem niet een wedstrijd winnen of zo. Ik denk dat Devin Peterson toch echt wel die lijn omhoog gewoon lekker door moet trekken. Want we zagen hem hetzelfde als Dirk van Duivenbode aan het begin van het seizoen heel sterk spelen. En het is hartstikke mooi voor hem om te zien dat hij het dit seizoen, of zeg maar het na deze grote pauze, weer laat zien wat hij kan. Terwijl Devin Peterson juist heel vaak zo iemand was die net zo rond die top 64 zat. Die dus net altijd zijn tourkaart wist te verlengen. En nu kan hij ook echt daadwerkelijk omhoog gaan kijken. En misschien wel naar die top 32. Ja, dat kan hij zeker. En op de laatste dag hadden we nog een verrassende kwartfinale. Scott Baker tegen Wayne Jones. Ja, die Wayne Jones die gooide Durant eruit in de tweede ronde, dacht ik. En Baker die gooide Smith naar huis. Waardoor er twee ongeplaatste spelers in de kwartfinales zaten. Ja, Scott Baker gaf in die kwartfinale toen hij al niet thuis met een gemiddelde van 79. Waardoor Wayne Jones redelijk eenvoudig naar een halve finaleplaats wist te gaan. Wat sinds lange tijd niet weer is voorgekomen. Nee, dat zeker. Het is ook vrij apart dat Wayne Jones dat haalt. Dat had ik ook niet verwacht. Maar ja, vorig jaar won hij ook de World Series of Darts qualifier. En hebben we op tv gezien. Dan gaan we wel naar de tegenvallers. Ja, ik denk dat we als we in Nederlandse hoek kijken, dat Geert Neentjes en Ron Meulenkamp zeker tegenvielen. Ja, nou dat ben ik zeker met je eens. En dan kijk ook vooral naar Ron Meulenkamp. Hè. Van tevoren dachten we nog van, als Ron Meulenkamp zijn best doet, als hij nog even wat ponden erbij had, dan kan hij nog gewoon voor de matchplay zich plaatsen. Maar ja, dat bleek toch wel flink tegen te vallen. En van Geert Neentjes hadden we natuurlijk ook gewoon veel meer verwacht. Ja, hoe kijk jij hierop terug, Patrick? Naar Geert Neentjes vooral natuurlijk. Ja, ik ben een redelijke fan van Geert Neentjes. Ik ken hem ook wel redelijk. Dus het is gewoon balen dat hij maar 1 wedstrijd op deze 5 dagen heeft gewonnen. En dat was tegen Ryan Searle op de laatste dag, waardoor hij de World Matchplay miste. Maar hij gooide gewoon te veel wedstrijden onder de 90 gemiddeld. En dat kan niet op zo'n niveau. Wat denk jij daarvan, Mike? Ja, ik denk dat Geert Neentjes eigenlijk niet het voorbeeld volgt van Niels Sonneveld. Die denk de knop heb omgezet. En daardoor wel dit jaar heel goed speelt. En ik denk dat je dat wel echt nodig hebt als je verder wil komen met een tourkaart. Kijk, als het mee zit, heeft Niels Sonneveld nog 30.000 nodig. Nou, dan reken je daar een WK-plek bij. Houd dat in dat als hij elke keer de laatste 32 houdt, dat hij redelijk op de goede weg is. Hij mag volgens mij ook nog een Eurotour spelen uit mijn hoofd. Ja, klopt. Die houdt eigenlijk de kansen voor hem open na eigenlijk een vreselijk jaar vorig jaar. Klopt, ja. Niels Sonneveld, die gooit ook beter dan vorig jaar, qua gemiddeldes ook. Dus hij staat op dit moment op een WK-plek inderdaad, dus dat zou mooi zijn. Zeker als beloning van zijn 2 jaar als tourkaart. Ja, ik verwacht niet dat hij zijn tourkaart gehouden. Wordt nog een moeilijke klus. Maar het zou wel een mooie beloning voor hem zijn om het WK te halen. Ja, verder mannen die tegenvielen. En dat is eigenlijk wel een beetje vallen. Dus Gary Anderson. Hadden we eigenlijk toch wel veel meer van verwacht naar de home tour. Ja, nou, ik moet zeggen. Gary Anderson is altijd zo'n moeilijk geval. Hè. Dat is ook iemand die bekend staat natuurlijk om
soms wat toernooitjes te skippen. En dus ja, ik kijk Gary Anderson op tv, die neem ik echt serieus. Dan weet je, dan heb je een moeilijke tegenstander. Maar op de vloer is dat toch wel flink anders. En ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is. Ik weet niet of Patrick daar een mening over heeft. Ja, op de vloer zijn er zo enorm goede spelers. Ik vond het gemiddelde echt niet tegenvallen. Hij gooide een aantal keer boven de 100 en hij verloor tegen spelers met een gemiddelde bijvoorbeeld van 94. Dus ja, dat is enorm moeilijk om te verklaren inderdaad. Maar ik denk dat Gary Anders wel weer een gevaarlijk speler wordt op de World Matchplay. Hij heeft zijn titel te verdedigen, dus dat was een speler om naar uit te kijken op de World Matchplay. Ja, dat zeker. Ja, en dat brengt ons eigenlijk wel bij de World Matchplay. En dan gaan we eigenlijk schema voor schema bespreken. Maar eigenlijk eerst even de opvallende aanwezigen. Dat is toch wel Carl Anderson, Stephen Bunting, Mervyn King, Darren Webster, Kim Huibrechts en natuurlijk Steve West. Het zijn een hoop namen die er niet bij zijn in vergelijking met een paar jaar terug. We gaan ook £7000 verliezen. Huibrechts dan iets meer en Webster helemaal veel, want die had kwartfinale gehaald. Om te beginnen met Webster, is het tijdperk Webster over, denken jullie? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, Pim, ga jij gaan. Ja. Nou ja, ja, hey, ik deel je mening helemaal, Patrick. Kijk, die namen als Darren Webster, Mervyn King, ja, toch, ik heb ook een beetje hetzelfde als met Stephen Bunting. Die zitten de hele tijd, zijn het darters die dan misschien, hè, soms halen ze net de top 16, een beetje van die saaie top 32 spelers. Ja, en nu zie je gewoon dat die mannen ingehaald worden door veel interessantere spelers als Christopher Tuisky of José de Sousa, Gabriel Clemens. Hè, van meer internationale gasten die gewoon beter spelen. En ja, die Websters en die Kings, die kunnen nu niet meer teren op al hun ponden die ze ergens twee jaar geleden hebben gehaald. Maar ja, die moeten gewoon nu iedere week presteren. En dan komt die drukker toch wel volop en dan... Ja, ik zie Darren Webster niet meer terugkomen, hoor. Nou, en Mervyn King, jij zegt dat dat ook een beetje vergaande glorie is. Maar ik vind als King op een hoofdtoernooi speelt, dan knikt hij altijd nog wel even iemand eruit. Of hij doet weer een mooie uitspraak. Het is wel een beetje een speler die het een beetje vrolijk houdt. Die een beetje hommeles creëert, weet je wel. Een beetje show. Dat heb je wel nodig bij de PDC. Ja. Dat zie ik Ratajski niet doen. Nou ja, ik vind Ratajski dan veel interessanter, omdat hij uit Polen komt. Stel Ratajski komt uit Engeland, ja, dan is het een beetje een oninteressante speler inderdaad. Maar ja, je hebt gelijk hoor, Mervyn King, die kan het nog steeds wel prima darten hoor, daar niet van. En die kan heus wel een vermakelijke dartwedstrijd maken. Maar ja, persoonlijk zie ik dan toch meer interessante Engelse spelers. En ja, meer internationale spelers zie ik dan liever. Goed, dat brengt ons bij het programma. We gaan beginnen zaterdag 18 juli om 7 uur. Simon Whitlock tegen Ryan Joyce. Onderlinge stand 4-3. Patrick. Ja, dus meteen een interessante wedstrijd om de World Matchplay mee te beginnen. Simon Whitlock had niet al te beste resultaat tijdens Summer Series. Maar gooide best wel goede gemiddelden. Maar maakte het op de dubbels niet af. En ja, en Ryan Joyce weten we, die won op dag 2 het toernooi. Dus ja, het is wat spannend. Ik denk dat Simon Whitlock iets meer ervaring heeft op podiums, denk ik. Al wist Ryan Joyce wel een kwartfinale te halen op het WK 2 jaar geleden. Dus het wordt een close wedstrijd, denk ik. Hoe denk jij hoe het gaat lopen, Pim? Nou, ik ben... Ik heb dezelfde mening als jou. Een wedstrijd die interessant gaat worden om te volgen. Simon Whitlock die heeft op televisie het laatste jaar sowieso gewoon vrij weinig laten zien. Hetzelfde geldt in principe ook voor Ryan Joyce, die wel een kwartfinale 2 jaar geleden heeft gehaald. Maar ook dit jaar na de eerste ronde werd uitgeschakeld. Ik hoop niet dat we in deze wedstrijd een wedstrijd van alleen maar diepe dalen gaan zien. Want daar kennen we Simon Whitlock natuurlijk ook van. Dat hij soms toch nog wel slecht weet te spelen. Een echte vechter is het wel, dus het gaat zeker een interessante wedstrijd worden. Wedstrijd nummer 2. Christopher Tyski tegen Jermaine Wattimena. Mike, laat je mening maar horen. Wat gaat het worden? Nou, ik vind het zelf een heel lastige wedstrijd. Tyski natuurlijk vorig jaar wel een beetje doorgebroken op tv. Maar ja, dat kunnen we ook van Jermaine zeggen.
ik geef toch het voordeel aan Jermaine, omdat ik weet wat hij kan. En als hij wel die ontspanning hebt, nou, geen publiek natuurlijk, is voor beide mannen een voordeel. Ik denk dat dit 11-9 wordt voor Jermaine. Oké, okay, ja, dus met een tiebreak ga je... Ja, ik ga voor de tiebreak, ja. Nou, meteen interessant in de tweede wedstrijd vanavond en van de World Matchplay. Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten van Ratajski en wat in Mena. Ratajski is de vloer echt heel goed. Dus misschien kan het een voordeel zijn dat hier geen publiek is. Maar het is wel gewoon op een normaal podium, had ik vandaag gezien. Dus dat is, ja, dat is ook weer anders voor wat Ratajski. Volgens mij won die vorig jaar van Webster, dacht ik. Maar dat weet ik niet meer zeker. Dus ja, ik ga denk ik voor een 10-6 voor Ratajski. Wat denk jij, Pim? Ik ga ook voor winst voor Ratajski. En scoren durf ik nog niet te zeggen. Maar ja, Ratajski is gewoon simpelweg een top 10 speler op de vloer. Is enorm sterk. Sterker dan Jermaine Wattibena. Veel sterker dan Jermaine Wattibena op de vloer. Maar inderdaad, dat podium heeft dan misschien wel geen publiek. Maar ik hoorde al dat ze misschien van die nep publieke geluiden doorheen gaat doen. Je hebt... een stuk of 5 camera's rondom je heen. Het zal heus wel anders voelen. En ja, een interessante wedstrijd om het te volgen is het zeker. En dat brengt ons naar de volgende wedstrijd. James Wade, Keegan Brown, Mike. Ja, als Wade dit niet winnen, dan denk ik dat hij Wade de spijl op kan bergen. Patrick? Ja, ik ben het totaal met je eens, Mike. Keegan Brown heeft echt ondermaats gepresteerd op de Summer Series. Als je van Matthew Edgar verliest, ja... Sorry hoor, maar dat was zijn eerste wedstrijd. Summer Series. Dus ja, ik ga ook een duidelijk voor James Wade. Ik denk 10-4 in die buurt. Ja. Ik wil wel terugkomen. Ik vind het überhaupt al bizar knap dat Keegan Brown hier op de World Matchplay staat. Dat had ik niet verwacht. Ja, ja, op het laatst won hij nog een aantal wedstrijden. Maar dus dat is heel, heel spannend geworden voor hem. Goed, dat brengt ons bij de eerste Nederlander. Michael van Gerwen tegen Brandon Dolan. Ja, ik denk aangezien er geen publiek bij is, dat Van Gerwen zijn tweede World Matchplay titel gaat komen ophalen. En letterlijk ophalen dat het echt heel, heel makkelijk gaat worden. Maar meteen al de titel bij de wedstrijd bij Brandon Dolan. Ja, ik denk... ik heb Van Gerwen zien spelen. Hij heeft rust gehad bij zijn familie geweest. Even wat pontjes ophalen. Een jaartje of 5 tot 10 gaat hij nog door. Ik denk dat het... ik zie momenteel geen uitdager die hem echt, echt, echt kan vloeren. Nou ja, Mike Kuivenhoven of een... die doet helaas niet mee. Nee, die doet helaas niet mee. Nee, maar ik denk dat Van Gerwen, je ziet het ook. Als hij een dag wil winnen, dan wint hij hem ook. Maakt niet uit of het linksom rechtsom is. En als hij een dag iets minder is, ja, dan is hij wel heel snel te pakken. Maar aangezien dit elke één wedstrijd op een dag is, zie ik absoluut geen problemen. Ja, ik weet het niet. Brandon Dolan is wel een langzame speler. En soms heeft Michael van Gerwen daar al eens moeite mee. De laatste wedstrijd werd echter ook gewonnen door Brandon Dolan. Al was het op de vloer. Maar Brandon Dolan heeft wel ervaring om van Gerwen te winnen. Alleen, ik denk dat het niet in zo'n lang format gaat gebeuren. Nee, ik denk dat van Gerwen dit ook wint. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat ook het probleem wordt van Brandon Dolan. Dat het format zo lang is. Maar ja, Van Gerwen is ook een beetje een speler die op het publiek speelt, heb ik het gevoel. Die wordt beter met een publiek achter zich, net zoals een Gerwin Price natuurlijk. Terwijl ik denk dat Brandon Dolan veel meer een speler is die in zichzelf zit en gewoon zijn eigen niveau en inderdaad zijn eigen tempo weet te gooien. Dus nou, ik durf nog niet te zeggen dat Marco Van Gerwen hier makkelijk gaat winnen. Ik denk dat Brandon Dolan het echt nog wel moeilijk gaat maken hoor. Goed, dan gaan we naar de laatste wedstrijd van de avond. Gary Anderson versus Justin Pipe. Of tegen Ryan Searle. Patrick? Ja, dat klopt. Justin Pipe heeft ergens een blessure in zijn schouder gekregen, dacht ik te horen van Dan Dawson. Waardoor hij de laatste 2 dagen van de Summer Series niet mee kon doen. Als die blessure zich aanhoudt, dan kan het zomaar zijn dat Ryan Searle zijn plek gaat vervangen. En dan zal hij spelen tegen Gary Anderson. En denk ik dat dan wel best een verschil kan zijn voor Gary Anderson of het Justin Pipe is of Ryan Searle. Want Anderson houdt van snelle spelers. En van Justin Pipe kan je niet echt zeggen dat hij heel snel is. Dus ja, ik
weet het niet of Justin Pipe nog gaat meedoen. Maar het is af te wachten. Als het Ryan Searle wordt, dan krijgen we een mooie partij. Want afgelopen WK stonden ze ook tegen elkaar. Toen stond Searle 3-1 in set voor. En Florian van Gary Anderson. Dus het kan een mooie wedstrijd worden tegen Searle. Tegen Pipe, ja, dat gaat nog een lange wedstrijd worden, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik denk ook met Pipe, want ja, het is niet alsof hij die twee dagen heeft overgeslagen met in zijn hoofd van, oh, ik ga toch wel voor die World Matchplay kwalificeren. Want het was echt nog wel even kijken, inderdaad, met Ryan Searle en die wedstrijd tegen Geert Nentjes, of Pipe überhaupt hier stond. Dus ja, we kunnen zeker wel stellen dat het niet zomaar even een pijnlijke schouder is, maar het is wel echt een serieus iets. Anders ga je niet twee belangrijke toernooien die summer series overslaan. Dus ja, het is inderdaad afwachten wat er gaat gebeuren met Pipe. Goed, dat brengt ons bij de eerste dag. Gaan we naar de tweede dag toe. Ja, dan is het de traagste wedstrijd van het hele toernooi. Mensel Sujovic tegen Jamie Hughes. Ja, dat wordt meteen een belangrijke wedstrijd van Sujovic. Want die heeft een finale te verdedigen van 2 jaar geleden. Ja, ik vond Sujovic op sommige momenten echt gewoon heel goed gooien op de Summer Series. Maar op sommige momenten bezwijkt hij ook weer niet normaal. Voor mij miste hij 10 matchdas tegen John Henderson. Ja, dat mag op een wild matchplay tegen een constante Jamie Hughes absoluut niet gebeuren. Ik denk toch dat Sujovic hier de favoriet is. Ik weet niet wat precies ik moet verwachten, maar ik denk dat Sujovic wel aan het laatste eind gaat trekken. Wat denk jij, Pim? Ja, ik heb dezelfde twijfels over wat ik moet verwachten bij deze wedstrijd. Mensel Sujovic is de grote naam, maar ook wel een naam die wisselend speelt soms. En hetzelfde geldt voor Jamie Hughes trouwens, maar als Hughes zijn niveau weet te bereiken, dan kan hij ook echt gewoon flink boven de 100 gemiddeld gooien. Hij heeft natuurlijk vorig jaar een Eurotour gewonnen, dus ja, hij kan er zeker wel iets van. En ik denk dat we in ieder geval meer moeten verwachten van Jamie Hughes dan wat we met z'n allen denken. We denken misschien Sujovic die gaat die wedstrijd wel even pakken, maar ja, onderling resultaat is ook 1-1, dus Jamie Hughes kan zomaar deze wedstrijd gewoon pakken, hoor. Nou ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat Hughes vorig jaar het Michael Smith ook enorm lastig maakte, die trouwens op dezelfde avond aan het eind speelt. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd. Ja, hij verdedigt een halve finale terug van een schouderoperatie. Jeffrey de Zwaan, die gaat spelen tegen Glenn Durrant. Jeffrey de Zwaan, die heeft inderdaad een schouderoperatie gehad. Speelde naar mijn mening niet geweldig op de Summer Series. Dus ik denk dat echt nog wel een beetje wedstrijdritme is. Glenn Durrant is een hele constante speler. Ja, daar is echt heel moeilijk van te winnen. En daarnaast is het ook de halve finalist van vorig jaar tegen de halve finalist van 2018. Dus ja, ik denk dat het van Jeffrey de Zwaan moet komen hoe spannend deze wedstrijd geworden. Wat denk jij, Pim? Nou, daar ben ik me helemaal met je eens. De hele tijd ben ik het met je eens, maar dat dat is mooi. Dat is mooi inderdaad. Nee, dat klopt zeker. Normaal zou ik zeggen, Jeffrey de Zwaan, die kan deze wedstrijd misschien wel winnen. Maar inderdaad, door die operatie en toch wel die mindere prestaties op de Summer Series. Hetzelfde geldt voor Glenn Durren trouwens, die viel wat mij betreft ook wel een beetje tegen op de Summer Series. Het is inderdaad kijken welk niveau gaat Jeffrey de Zwaan laten zien en welke Glenn Durren zien we. Ja, het is echt een wedstrijd die je gewoon, waar je gewoon niks kan voorspellen. Dat brengt ons bij de volgende wedstrijd en dat is Rob Cross tegen Gabriel Clemens. En dat is toch wel verrassend dat die onderlinge stand 0-2 is in het voordeel van Clemens, Patrick. Ja, volgens mij was dat een van de World Series, dacht ik. Dat Clemens van Rob Cross won en vervolgens ook de finale haalde. Ja, naar mijn mening is dat gewoon de beste Duitser die op dit moment op PDC-circuit rondloopt. Mm-hmm. Speelt gewoon overal best goed. Haalde dag 2 en op dag 1 zelfs een halve finale op de Summer Series. En ja, bij Clemens weet je niet wat voor gemiddelde je tegen elkaar. Het kan 85 zijn, maar het kan ook gewoon 100 gemiddeld zijn. Het is wel de eerste keer dat Clemens aan de World Matchplay mee gaat doen. Dus dat is even kijken hoe dat bij hem gaat. Ja, Cross die heeft
zijn titel te verdedigen van vorig jaar. Toen speelde hij ook echt goed. En wat mij opviel op dag 4 van de Summer Series was dat hij echt heel gefocust oogde. Dus toen groeide hij trouwens ook nog een 9e had er die dag. De, het kan zijn dat Cross echt met een echt heel gefocuste toernooi ingaat. En dan wordt het echt een hele gevaarlijke speler om op te letten. Ja, nee, ik ben het met je eens, wil ik weer gaan zeggen. Maar ja, nee, Rob Cross die heeft een finale plaats gehaald op die Summer Series. Dit vind ik, dat zegt al genoeg over zijn niveau. Hij heeft er ook gewoon constant laten zien. En inderdaad, met Gabriel Clemens van tevoren, zei ik in de podcast, die nooit online is gekomen, omdat er wat fouten gingen bij mij op de computer, zei ik van, Gabriel Clemens, dat is er eentje om uit te kijken op die Summer Series, want het is de enige die aan een echt toernooi heeft meegedaan in die coronatijd. En dan heb ik het over de German Super League. Dat in de eerste wedstrijd, of in de eerste toernooi, bleek het ook zo te zijn inderdaad, een halve finale. Maar ja, overal vond ik Clemens toch wel een beetje teleurstellend hoor, met de gemiddeldes die hij gooide. En ook op die German Super League, ja, hij wint die titel niet. Wat mij betreft had hij die titel gewoon moeten winnen als grootste Duitse darter. Ik verwacht weinig van Gabriel Clemens in deze wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat Rob Cross redelijk gemakkelijk deze wedstrijd op zijn naam kan schrijven. We gaan naar de volgende wedstrijd. Peter Wright tegen José de Sousa. Ja, ik denk toch dat Sousa hier een hele grote kans in maakt. Ik ben het gedeeltelijk met je eens, Bike. Het is de eerste keer dat de Sousa aan het toernooi gaat deelnemen. En dat is voor mij zijn 3e of 4e wedstrijd ooit op televisie. Op dit moment heeft hij niet echt heel veel gepresteerd op televisie. Al is het zonder publiek deze keer, World Matchplay, wat natuurlijk een voordeel voor hem zou kunnen zijn. En op de Summer Series, ja, dat was het meest achter wat hij daar allemaal liet zien. Hij gooide volgens mij 11 keer boven de 100. Won van Price, won van Gurney. Ja, als je van zulke spelers kan winnen, kan je ook van Wright winnen. En de onderlinge ontmoetingen staat het 2-1 voor de Sousa. Al waren deze ontmoetingen wel allemaal op de vloer. Wat denk jij, Pim? Ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel verwacht van José de Sousa. Hij laat geweldige dingen zien op de vloer. Maar ja, dat deed hij ook al aan het begin van het jaar. En toen viel hij ook gewoon tegen op tv. Iedere wedstrijd die José de Sousa tot nu toe op televisie heeft gespeeld, viel gewoon tegen. En dan heb je met een tegenstander als Peter Wright toch wel een hele slechte hoor. Want ja, die heeft wel een aardig niveau. Dus dan moet je als José de Sousa zijnde ook een aardig niveau tegenstellen. Op de vloer kan hij laten zien. Op tv is het maar net afwachten. Het feit is dat de Sousa nog nooit wedstrijden heeft goed gespeeld met zo hoge druk erop als de World Matchplay. Het is natuurlijk gewoon het op één na belangrijkste toernooi naar het WK. Wat natuurlijk wel heel bijzonder is dat José de Sousa de eerste Portugees is op dit toernooi. Op dit historische toernooi natuurlijk. Kan zich ook zeker wel de beste Portugese darter ooit noemen. Dus dat hij er staat, echt überhaupt al een mega prestatie. Maar Peter Wright gaat deze wedstrijd gewoon, net zoals Rob Cross, van een debutant vrij gemakkelijk winnen. Ja, en dan gaan we naar de laatste wedstrijd van de avond. De eerste ontmoeting dit jaar werd volgens mij 7-1 of 7-2. Michael Smith tegen Johnny Clayton. Ja, dat was in de Premier League inderdaad 7-1. En toen gooide Smith een fenomenaal gemiddelde. Al denk ik dat hier de eerste verrassing gaat komen van de World Matchplay. Ik denk dat Johnny Clayton van Michael Smith gaat winnen. Michael Smith speelde redelijk in de Summer Series. Johnny Clayton ook, maar die haalde de resultaten niet. Terwijl hij wel heel veel gemiddeld van boven de 100 zat te gooien. Dus als hij die vorm weet mee te nemen naar het podium, dan denk ik dat Smit er in de eerste ronde uitgaat. Wat denk jij, Pim? Ja, kijk, Johnny Clayton is een beetje zo iemand waarvan je eigenlijk nooit iets verwacht. Je denkt altijd, als je tegen Johnny Clayton loodt, dan heb je de makkelijke loting, zeg maar. En ik denk dat daar het gevaar ook in zit, want Clayton heeft toch vaak genoeg laten zien dat hij inderdaad hoge gemiddeldes kan gooien en grote namen
uit kan schakelen. Ja, of dat ook bij Michael Smith gaat lukken, dat die paas ik toch even naar Mike over. Wat denk jij, Mike? Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat Michael Smith hier wel een lichte voorkeur in heeft. Het is even afwachten. Hij is een beetje aan het stoeien met zijn evenwicht, denk ik. Ik weet niet of het zo is, maar hij is natuurlijk afgevallen. Ik denk dat dat met evenwicht te maken heeft. Hij gooide nog wel af en toe, maar het was niet echt boven de 100 gemiddeld. En dat zijn we wel een beetje van Smith gewend. Maar ja, op tv kan Smith altijd wat meer. Dus ik denk dat hij dat nu ook gaat laten zien. Ik denk dat Smith deze nog wel wint. Dan gaan we naar de maandag. Ja, en dan komt hij Dave Chisnall tegen Fast Finney Vincent van der Voort. Ja, die wedstrijd hebben we al een keer eerder gezien volgens mij op het WK toen. Toen wist Vincent van der Voort te winnen. Maar trouwens ook alle lof naar hoe Van der Voort hier zich gewoon alsnog voor die matchplay kwalificeerde. Van tevoren wist hij voor de Summer Series, ik moet nog wel echt even aanzetten. Hij bungelde een beetje onderaan bij die Pro Tour Order of Merit. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft niet geweldig gepresteerd, maar hij heeft gewoon weer zijn ponden gepakt en zich ruim gekwalificeerd voor dit toernooi. Alle lof daarvoor. Maar Dave Chisnall daarentegen heeft gewoon een sterke Summer Series laten zien. Staat in de top 10 van die Summer Series Order of Merit. Hoort dus bij de beste 10 spelers van de afgelopen week. Ik verwacht ook dat Dave Chisnall gewoon deze wedstrijd gaat winnen van Vincent van der Voort. Ik vraag me af of Patrick nu een keer met mij eens is. Deze keer ben ik het niet met jou eens, Pim. Nou ja, redelijk. Het hangt er vanaf welke Chisnall er op komt dagen op de World Match Play. Als de goede Chisnall opkomt dagen, dan denk ik dat Chisnall gaat winnen. Maar als er een mindere Chisnall opkomt dagen en een goede Van der Voort, dan denk ik dat Van der Voort hier wel eens in kunt verrassen. En ik denk dat Mike hier het ook mee eens is. Ja, klopt. Ik denk dat voor Van der Voort gewoon heel belangrijk is om goed te starten. Want hij kon vorig jaar ook met alle gemak Peter Wright eruit knikkelen, maar mis op slot in leg 2 of 3. 6 pijlen op een dubbel. Ja, en dat gaat mentaal zo spelen bij Vincent. Dat het meteen de knop omslaat. En dan hebben we weer last van een doekje van hem met de camera. En weer last van een windje hier. En een ditje daar. Dus ik denk dat voor Van der Voort gewoon heel belangrijk is om heel goed te starten. Maar dan is hij denk ik wel echt de favoriet. Start hij slecht. Ja, dan is het voor Chisnall ik denk bijna een makkie om te winnen. Dan Ian White, Joe Cullen. Vorig jaar 0-10. Pim. Niet dit jaar in ieder geval. dit jaar gaat geen 10-0 voor Joe Cullen worden. Ik persoonlijk ben 10-0 voor Ian White trouwens. Ja, klopt inderdaad. Maar ik ben gewoon geen fan van beide darters. Deze wedstrijd, ja, als ik vrij ben dan ga ik hem kijken. Maar ik word hier niet vrolijk van een Ian White of een Joe Cullen. Als je kijkt naar onderling resultaat, is inderdaad Ian White de betere darter. Maar toch, als ik voorkeur moet geven, dan ga ik voor Joe Cullen. Want dat hij de wedstrijd gaat winnen. Dan. Ja. Mag ik daar nog even aan toevoegen? Nou, vooruit. Ja. Joe Cullen heeft volgens mij kwart finale te verdedigen, dacht ik. Oeh. Dus ja, die zal wel op zijn hoede zijn dat hij hier goed moet presteren. Maar Ian White is een goede vloerspeler, dus dit is wel een goede kans voor hem om ver in het toernooi te komen. Dus het zou best maar kunnen dat Ian White ver in het toernooi gaat komen. Nou, ik denk sterker nog, ik denk dat dit dé kans is voor Ian White om een major te winnen, aangezien er geen publiek is. En dat we dat ook weken van tevoren al weten, in plaats van toen op de UK Open. Ik denk dat dit voor Ian White dé kans is om een major te winnen. En als hij het nu niet pakt, dan zal hij er nooit eentje gaan winnen. Zo, sterk, goede woorden. Ja, daar zal hij blij mee zijn, Ian White. Dan Daryl Gurney tegen Rapid Ricky Evans. 4-4 in de onderlinge stand. Gurney niet super, wel een hele goede dag op de Summer Series. Maar ook echt wel een paar hele slechte dagen, hoor. Ja, klopt inderdaad. Gurney is inderdaad ook heel erg wisselvallig geweest op de Summer Series. Ja, Ricky Evans die stond voor de Summer Series nog buiten de plaats op de World Match Play. En heeft zich door deze 5 dagen zich er goed ingewikkeld. Al moest hij op de laatste dag wel afwachten wat Devin Peterson deed. En daar liet hij op Twitter na de tijd ook wat horen dat hij het mooi vond dat hij op de World Matchplay stond. Maar hij had
ja, dat Devin Peterson ook verdient. Dat is wel mooi om te horen van Evans. Daarnaast heeft Evans ook al voor mij een keer op televisie van Gurney gewonnen. EK volgens mij. Maar over dat lange formaat denk ik dat Gurney echt wel duidelijk de favoriet is. Ook omdat hij dit toernooi ook wel ligt bij hem, denk ik. Want vorig jaar, halve finale, ja, de voorhalve finale, dacht ik. Dus ja, het is een heel gevaarlijk speler op de matchplay. Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat toch dat Daryl Gurney, hij stond bij deze Summer Series niet in een finale. Maar heeft inderdaad wel een halve finale gehaald. En ook een kwartfinale volgens mij, als ik het goed heb. Dus ik ben het niet helemaal met je eens dat je zegt van Daryl Gurney, die heeft heel slecht gespeeld de afgelopen week of zo. Dat ben ik niet met je eens. Maar ik denk dat hij onder de radar heeft hij deze week resultaten behaald, laten we het zo zeggen. En ja, of hij dat op het podium ook gaat laten zien, dat weet ik niet. Want we hebben de afgelopen periode op televisies toch wel een redelijk inspiratieloze Daryl Gurney gezien. En dan als je dan tegen zo'n actieve, bijna vrolijke speler als Ricky Evans moet, dan kan het toch nog wel eens tegen je gaan werken, denk ik. Dan, Garin Price tegen Danny Noppert. Ja, het staat dan wel 3-2 in onderlinge stand. Maar ik denk toch dat Price wel groot favoriet is, hoor, hier. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Van die 5 ontmoetingen waren er 2 op televisie en die won Price allebei. Het was de Grand Prix en de Buick Open dit jaar. En dat was voor mij hetzelfde format dan op de World Matchplay eerste ronde. En toen werd het 10-3 voor Price. Dus dat geeft wel aan wie hier duidelijk de favoriet is. Noppert speelt wel vroeger gewoon weer heel constant. Ook tijdens de Summer Series bereikt hij gewoon weer een paar goede resultaten. Voor mijn aantal elkaar laatste 16 waar hij verloor van José de Sousa. Maar tegen Price, ja, dat wordt lastig, denk ik. Wat denk jij, Pim? Nou, ik denk dat Noppert, net zoals een Ian White of een José de Sousa, een darter is die het eerst nog maar eens moet laten zien dat hij ook op televisie kan darten. Garin Price is daar misschien wel een hele goede tegenstander voor. Want ja, Price is echt zo'n speler die inderdaad met het publiek gaat meedoen. Al weten we dat hij op de vloer ook nog wel eens kan gaan juichen. Ik ben benieuwd of hij zich misschien een beetje gaat inhouden nu of zo. Want we kunnen hem allemaal verstaan als hij nu dingen gaat schreeuwen. Neem ik aan in ieder geval. Het is een interessante wedstrijd om te volgen, hoor. Want Danny Noppert, die het is gewoon een goede gedachte. Dus ik zou geen winnaar kunnen aanwijzen, moet ik eerlijk zeggen. Goed, dan gaan we naar de laatste wedstrijd. En misschien wel de spannendste wedstrijd van de hele eerste ronde. Adrian Lewis tegen Steve Beaton. De oude krijger tegen, je wil bijna ook zeggen een oude krijger. Maar zo oud is hij nog niet, Adrian Lewis. Lewis met de old school setup op de Summer Series was enorm, enorm slecht. Vooral de eerste dag, meldde zich de laatste dag ook af. Ik denk dat het bij Lewis alleen aan scherpte ontbreekt. Talent heeft hij genoeg. Ik hoop dat hij die puntjes op de i gaat krijgen. En ik denk dat het ook wel een beetje van toepassing is voor Steve Beaton. Ja, Steve Beaton, die is voor de 24e keer bij. Dat blijft niet normaal hoe die kerel zich elke keer weer plaatst op deze major. Maar ja, toch heeft, denk ik, Lewis best redelijk geluk met loading gehad. Want ik denk dat Beaton wel een van de mindere Pro Tour spelers is die hij kon krijgen. Lewis. Ja, ik weet niet wat ik precies van hem moet verwachten. De Summer Series was niet geweldig. Dus na afwachten wat hij op een podium bij de World Matchplay gaat laten zien. Als ik een favoriet aan moet wijzen, denk ik toch dat het Lewis is. Maar het zou maar zomaar kunnen dat Beaton hier een verrassing kan krijgen. Ja. Of maken. Ja, ik denk ook dat Adrian Lewis toch nog wel favoriet in deze wedstrijd is. Van Lewis weten we, voor mijn gevoel zeggen we nou al een jaar of Adrian Lewis die is terug of die komt langzaam terug. Maar ja, ik heb nog geen soepele of goede Adrian Lewis gezien op tv, moet ik eerlijk zeggen. Ik vraag me af, ik denk dat dit echt een hel wordt voor Adrian Lewis zelf. Die zit
vol met negatieve gedachten natuurlijk. Want die, ja, we hebben geen enkel idee wat de reden was dat hij zich die dag afzei. Ja, ik denk niet dat hij heel positief naar die toernooi gaat. En dan mag hij niet inderdaad van geluk spreken dat hij tegen een Steve Beaton straks gaat darten. Ja, als Adrian Lewis van Beaton wint, dan gaat hij de volgende ronde er gewoon weer uit. Ik verwacht heel weinig van Lewis. Ja, daar moet hij tegen prijs. Dus daar ben ik wel zeker van dat hij er dan uit gaat. Nou, dat weet ik nog niet zozeer. Kijk, want als Lewis natuurlijk één wedstrijd wint op een podium, dan kan hij zoveel vertrouwen tanken. Dat hebben we eerder dit jaar op de UK Open ook al tegen Van Gerwen gezien. Of vorig jaar bij de Player Championship Finals bedoel ik. Dat als hij zich eenmaal oplaat en het valt, dan is Lewis heel gevaarlijk. En dat zijn misschien niet veel momenten, maar we hebben wel veel meer darters gehad die dat hebben. Dus ik denk dat als Lewis en Price zich een beetje aan elkaar optrekken, dat we dan een hele mooie wedstrijd gaan krijgen. Maar ik denk dat het voor Lewis eerst dus een hele grote zaak wordt om voorbij Beaton te komen. Mm-hmm. Klopt, ja. Nee, dan de laatste wedstrijd van de eerste ronde. Dat is ook de enige wedstrijd die op dinsdag wordt gespeeld vanuit de eerste ronde. De Meeuwen Espanol tegen Dimitri van den Berg. Ja, Dimitri niet goed op de Summer Series. Onderlinge resultaten 4-0. Ja, ik denk dat Espanol hier wel heel makkelijke loting mee heeft. Ja, ik denk dat Espanol hier wel de grote favoriet is. Ze spelen op het WK ook tegen elkaar. Toen wist Espanol met 5-3 te winnen. Het is de eerste keer dat Van den Berg hier aan mee gaat doen. Het is wel iemand die echt van publiek houdt. Vooral met de walk-on, waar hij hoor. Ja, dat is in principe gewoon zijn eerste kunstje wat hij gaat doen bij een wedstrijd. Zijn walk-on. Ja, ik ga ervan uit dat er geen walk-on is. In ieder geval niet met publiek. Dus ja. Ik weet niet wat ik van Dimitri van op de vloer is hij niet een geweldige speler, omdat er geen publiek bij is. Dus Ik geef Espanol echt wel de duidelijke papier dat hij hier favoriet is. Ja, precies. Dimitri van den Berg op de vloer. Je denkt, als we kijken naar de Belgische tourkaarthouders, dan hebben we Kim Huibrechts op nummer 1 op de Pro Tour. Ja, wie staat er op nummer 2? Ja, niet Dimitri van den Berg. Mike de Dekker, die staat dus op nummer 2 op de Pro Tour. Dat zegt heel veel over het niveau van Dimitri van den Berg. Vaak zie je toch wel een goede darter, die doet het en goed op tv, maar ook gewoon goed op de Pro Tour. Anders kwalificeer je niet voor die toernooien. Van den Berg heeft wel wat resultaat geboekt op de UK Open aan het begin van het jaar. Maar Nathan Espanol is gewoon te goed en te veel in vorm op het moment. Die zal... afslachten wil ik niet zeggen, maar die zal geen moeite met Dimitri van den Berg hebben. Ja, dat is het eind van de eerste ronde. Ja, ik denk dat we een hele mooie World Matchplay gaan krijgen. En dat is ook een beetje de eind van deze podcast. Ik wil Pim en Patrick bedanken voor de steun weer. En wie weet komen we volgende week halverwege de World Matchplay wel terug. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar de Achter de Okkie podcast. En wie weet, tot volgende week.